wel eens vragen. Heb je ook andere hobby's dan schaatsen? Ja, ik ben een beetje. Ik vind muziek heel leuk om mee bezig te zijn. Dus af en toe draai ik een beetje, DJ ik een beetje. Ik vind het wel heel leuk om naar mijn vrienden te gaan en dan naar de bios. Of gewoon lekker gezellig uit eten te gaan of te shoppen. Ik vind het vooral heel leuk om thuis bezig te zijn in de schuur, met auto's bezig te zijn. En dan kom ik helemaal tot rust en dan kan ik daarna weer volle bak trainen. Waar sta je er nou op, Kimberly, of niet? Ja, volgens mij wel. Ja, wat je hebt gepresteerd, zou je dat ook kunnen zonder je familie en vrienden? Nee, dat is een hele goede vraag. Zonder de steun van mijn vrienden en familie had ik het zeker niet bereikt. Want het gaat natuurlijk niet altijd goed. Dus het is ook wel fijn als je af en toe even kan uithuilen bij je familie en je vrienden. En waar word je nou echt blij van? Je moet iets gaan doen wat je heel erg leuk vindt, dus waar je heel erg van geniet. Want zolang je lol hebt, dan kan je denk ik heel veel bereiken en je moet altijd in jezelf geloven, want je kan meer dan je denkt. Als topsporter moest je altijd gezond eten? Nou, ik eet ook wel eens ongezond hoor, ja. Wat is je favoriete snack? Wel gewoon de Oerhollandse bitterbal. Nou, mag ik hem aanraken? Ja, natuurlijk. Zo, hij is wel zwaar. Word je wel trots als je zo'n ding om hebt? Ja, hè? Hij is mooi, hè? Ja, hij is echt heel mooi. Heb je altijd al een vraag aan onze Olympiërs willen stellen? Of misschien wel een medaille vast willen houden? 15 maart, Olympische kinderpersconferentie. Dit is je kans, dus kom maar op met die vragen. Word je vaak op straat herkend? Ja, en zeker nu wel weer. Ja, ik heb vandaag de hond uitgelaten. Normaal doet het een half uurtje en vandaag duurde dat een uur. Maar ik heb denk ik ook wel best wel een beetje een markant uiterlijk en een bijzondere naam. Dus dan gebeurt het ook wat sneller, maar ik word best wel vaak herkend, ja. Uiteindelijk stellen kinderen de beste en de leukste vragen. Dus ja, super. Ja. Lekker man, boys.